Het leuke van het werk in Valkenswaard is dat we kunnen bouwen aan onze toekomstvisie. Dan gaat het om allerlei mooie projecten waar je ook als financieel adviseur een belangrijke bijdrage levert. Wij zijn bezig met investeren in vrije tijdseconomie, bezig met de bouw van een nieuwe sporthal en een zwembad. Nou, dat zijn allemaal projecten waar je samen met je collega's in de vakteams een belangrijke bijdrage levert om die resultaten te bereiken. Leuk aan Valkenswaard vind ik dat het groot genoeg is zodat het wel professioneel is ingericht. Maar aan de andere kant ook weer klein genoeg zodat het wel familiair is. En iedereen gewoon bij elkaar kan binnenstappen, maar toch op een zakelijke manier met de kamp gaat. Ja, het mooie van het werk in het team Financiën is dat je terechtkomt in een professioneel team. We hebben in de afgelopen jaren enorme ontwikkeling gehad in onze planning en control. Ook bijdrage geleverd aan hoe gaan we de projecten financieren. Maar ook op een hele mooie manier gezorgd dat we hebben kunnen bezuinigen zonder dat de burgers daar last van hebben. Het college is daar ontzettend tevreden mee. Het team Financiën werkt voor de drie gemeentes. Het leuke daarin is dat je een combinatie hebt in het werken voor een specifieke gemeente. Dat is ook de plek waar je vooral zit. En het tegelijkertijd te proberen samen met elkaar op te trekken en samen die professionelere advisering voor elkaar te krijgen. Het leuke aan het klantteam Financiën van Valkenswaard vind ik dat we tegen elkaar kunnen zeggen als iets niet goed gaat, maar ook als het wel goed gaat, dat we direct tegen elkaar kunnen zijn. En dat iedereen wel weet wat zijn taak is, zodat we wel professioneel Valkenswaard kunnen bedienen. Wij zoeken een financieel adviseur die bij voorkeur ervaring heeft met de verschillende domeinen binnen de gemeente. Direct de managers kan adviseren in het bereiken van hun doelstellingen. En die ook sterk is in het leggen van verbindingen met de vakteams, maar ook binnen het klantenteam. Hij treft vooral mensen die het leuk vinden om hun vak uit te oefenen. Niet alleen het vak op hun eigen vakgebied, maar ook breder kunnen nadenken en het leuk vinden om echt te adviseren. Het betekent dat je iets moet durven, dat je een beetje lef moet hebben en dat je dingen moet durven uitproberen. Ik denk dat je dan hier ontzettend goed op je plek bent.